alsof je tussen de BN'ers in staat en dan weet je niet goed wat je moet zeggen. Hallo, good morning, schatje. Good morning. Good morning, we maken even havermout. Zo. Jola die gaat vandaag een kerststukje maken en die heeft besloten dat ze dit allemaal mee moet naar school. Nee, deze. Want deze is voor mij. Oh ja, Bart is ziek. Kennen jullie dat? Mannen die ziek zijn? Ik heb het niet vaak. Oh, nou ga je zo. Die stellen zich altijd zo aan. Ik ben nooit ziek. Nou, ga maar kijken wat je allemaal kan nemen voor medicijnen. Nee. Nou jongens, ik heb eventjes het machtigste middageten aller tijden. Maar ik heb hier echt heel erg behoefte aan nu. Dus, zin in! Zo, ik heb Jol even opgehaald van school zoals je ziet. Ik ben in mijn moeders mooie auto, want daarmee kunnen we gratis parkeren. En Bart ligt ziek in bed te slapen. Echt mannen weer, hè? Als die ziek zijn, dan gaan ze gewoon slapen. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Want we hadden dus deze auto juist geleend van mijn moeder. Zodat we alles konden weggooien wat nog in de tuin ligt. Nou, dat wordt dus weer niks vandaag. Dus, nou, Jola en ik gaan koekjes bakken bij de Nutella Christmas Bakery in Amsterdam. Vet veel zin in. Of niet? Jawel. Jawel. We are under the way. Hey, Jol. Hallo. Hoi. Hoi. Ik ben Tisna. Oh. Hey. Ja. Dat is heel slim van je. Zo. En als er genoeg is, dan bij je mond. En hier nog een beetje. En dan geef je verder. Nu is het wel. Oké, waar is de voet? Het is zo, nou, super lekker Nutella koekjes in de pocket voor vanavond om mee te nemen. En nu gaan we snel terug naar huis om Jola helemaal klaar te maken voor het kerstdiner. Hé joh, we zien in het kerstdiner. Wij hebben maar 3 groepjes in onze klas, omdat mijn vriendinnen allemaal zitten bij mij. En een jongensgroepje zit achter ons, heel irritant. Maar, en daarna zit weer een groepje. Maar dat is meer een groepje van de derde groepers. Later! En dit gaatje komen? Ja. Ah, jij woont in de Hartenstraat. Ja, heb ik je dat nooit verteld? Al zo vaak toch? Die knop met die vlecht eromheen. Ja? Dat toch liever dan krullen? Ja. Okay. Nee, ik wou die knop. Ik wou die knop met de vlecht en dan... Nee, ik wil gewoon een knop. En dan... dat ik... Nee, ik wou die knop met die vlecht en dat er nog een paar stukjes overhouden. En daar krullen. En daar krullen. Oeh, ja. Ik denk dat ik het in mijn hoofd heb, hoe je het wil. Hey! Come on! Yeah! Thank you! Hallelujah! Yeah! Oh!
Kijk, laat je schoenen eens zien. Oh, wat schuine schoenen. Gelichties. Nou, daar ben ik dan. Weer bijna op dezelfde gracht als middag met Jol. Maar nu alleen. En ik ga even naar de kerstborrel van social influencers. Ik heb er niet heel veel te zoeken met mijn zwangere buik. Hallo? Ik weet niet hoe het licht aangaat in deze auto van mijn moeder. Nee, niet heel veel te zoeken. Nee, maar toch eventjes gedag zeggen en een uurtje of zo. Dus niet te lang. En dan ga ik weer naar huis. Dus moet lukken. We gaan erheen. Wij zijn degene die het allemaal hebben georganiseerd. We hebben bier, we hebben wijn, we hebben borrelnootjes. We hebben een plek waar je foto's kan maken. Maar we hebben hem niet. Ken hij is voor jou. Nee, echt waar? Ja. Thuis en wat een verrassing, ze hebben opgeruimd. Of Bart in ieder geval, een soort van opgeruimd. De keuken is netjes, een soort van netjes. Dus nou, dat is nog eens lekker thuiskomen. Nou, de borrel was ontzettend gezellig. Altijd leuk om alle mensen te zien in het echt, maar wel een beetje awkward soms om dat te zien. Want sommige mensen die... Ja, daar kijk ik zelf wel eens vlogs van. Of ik weet het, omdat ik het wel eens voorbij heb zien komen. En dan voelt het net af en toe alsof je tussen de BN'ers in staat. En dan weet je niet goed wat je moet zeggen tegen ze. Dus, maar goed, het was gezellig. En ja, even wachten op Bart. Die is boven. Gelukkig heb ik jou, hè. Holla jolly Christmas. Zo, en de voeten gaan omhoog. Yay. Finally, relaxation. Met chocomel zonder roem. Ik ben zo erg gewend om te zeggen met roem. Ik proost. Proost op het einde van deze vlog van vandaag. Salut. Dank jullie wel voor het kijken. Maar ik kijk hun aan. Salut. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Tot morgen in een nieuwe vlogmas. Ciao!